We hebben op dit moment een pensioenstelsel wat vele mensen gezien worden als een fantastisch pensioenstelsel. En dat is het eigenlijk ook. Hè. We hebben in Nederland absoluut veel gespaard, op een goede manier mee omgegaan, goed belegd. Collectieve beheersorganisaties, gaat allemaal goed. Maar altijd als we geld inleggen, dan beloven we daarmee een pensioen. En daar beloven we heel veel pensioen mee. En hebben alleen maar gedacht van als het goed gaat, kun je nog iets extra's krijgen. Dat klinkt fijn. We hebben nooit bedacht als het fout gaat, hoe moeten we dan met het tekort omgaan? Dat schuiven we door naar generaties. Nou, dat blijkt een probleem te zijn. Hè. We hebben vergrijzing, generaties kunnen het niet meer opvangen. We hebben lang leven. We leven veel langer dan dat we verwachten. Vanaf pensioendatum ongeveer 25% langer, aantal jaren. We hebben een hele lage rente. 20 jaar lang is de rente omlaag gegaan. Dat betekent dat het kopen van een annuïteit ook steeds duurder wordt. Dus we hebben al die downside hebben we niet kunnen opvangen. Logisch, dat is helemaal geen probleem, maar we hebben een pensioenontwerpfout. We hebben die dus niet verkeerd belegd, maar we hebben verkeerd ontworpen. Dat betekent dat nu we doorhebben dat we dat allemaal niet op deze manier kunnen blijven doen, dat de werkgevers ook niet al die enorme bedragen, 1000 miljard aan pensioengelden. Als je 20% tekort hebt, heb je 200 miljard tekort. Dat kunnen werkgevers niet bijbetalen, dat is onmogelijk. Economisch, macro-economisch is het heel slecht. Dus we moeten naar een systeem waarbij we met een vaste premie proberen een fatsoenlijk pensioen op te bouwen. En geleidelijk, naarmate we ouder worden, het geld wat we investeren en wat we risicovol beleggen, dat moeten we heel langzaam om gaan zetten naar annuïteiten. Maar die annuïteiten zijn allemaal voor iedereen individueel. Dus niet één grote collectieve pot. We kunnen niet zomaar zeggen wat we nu doen. Ja, we hebben heel veel geld allemaal in dat systeem zitten. En daar gaan we op een bepaalde rekenmethode gaan we dat verdelen. En als het een keer fout gaat, gaan we andere rekenmethodes toepassen. Mensen worden wantrouwig. Mensen vertrouwen het systeem niet meer, willen eruit stappen. Jongeren zijn boos, ouderen zijn boos. Nou, van dat systeem moeten we af. We moeten dus meer individuele rechten hebben. Maar wel collectief belegd. Met goede beleggers, niet mensen individueel laten kiezen. Individueel belegd en langzaam maar zeker, naarmate je ouder wordt, dat belegde geld omzetten naar pensioeninkomen, naar wat we dan noemen een annuïteit. Een heel simpel systeem eigenlijk, maar wel denken in plaats van één systeem, denken in plaats van twee systemen, namelijk risicovolle beleggingen om rendement te maken, om je pensioen betaalbaar te houden, annuïteit om als je wat ouder wordt iets meer zekerheid te hebben. Niet te veel annuïteiten, want dan kun je de rest van het geld heb je wel nodig om inflatie te kunnen bijhouden. Dus je moet nog wel risico kunnen nemen om langzaam maar zeker je pensioen te kunnen indexeren. Dus er moet een balans in komen. En dat is lijkt heel simpel, maar het is wel een radicale verandering met wat we nu doen. Namelijk geld inleggen in één grote pot. Niemand weet wat precies van iedereen is en daarmee hopen dat we alles kunnen uitbetalen. Het is wel een breuk met het verleden in de zin van Nederland is pas bekend om de solidariteit. Solidariteit in de zorg, solidariteit in de pensioenen, solidariteit met bij wijze van spreken vakbroeders. Zoals daar pensioenfondsen zijn voor de bakkers en voor noem het maar op. Dat gaat dan helemaal op de helling. Nou, het belangrijke van een pensioenfonds is voor vele mensen solidariteit. En je hebt vele vormen van solidariteit. Je hebt verzekeringssolidariteit, dat is... Je koopt met z'n allen een pensioen, een annuïteit van een bepaald bedrag. Als de ene eerder doodgaat, dan heeft hij maar 5 jaar genoten. En de ander die wordt misschien 100. En die heeft 35 jaar lang pensioen genoten. Dat is op zich een goede vorm van verzekeringssolidariteit. Een andere vorm van solidariteit is tussen generaties. Als het slecht gaat, dan gaan we bij ouderen gaan we het geld niet korten. Maar dat tekort gaan we doorschuiven naar jongeren. Nou, die solidariteit die blijkt veel minder groot te zijn in het pensioenstelsel dat we nu hebben. Als er nu een tekort komt, dan moeten we die alsnog korten. Dat wordt misschien over 10 jaar lang uitgesmeerd. Maar als je dat uitrekent, heeft Centraal Planbureau ook gedaan, dan heb je nog maar een paar procent voordeel van die hele intergenerationele solidariteit. En dan zou je zeggen, ja, dat is een paar procent, dat is mooi meegenomen. Daar staat tegenover dat we een systeem hebben waarin geen levensdifferentiatie zit. Als je jong bent, 25, neem je net zoveel risico's dat je 55 bent in het huidige systeem. En dat betekent dus eigenlijk dat je die solidariteit, die paar procent voordeel, niet uitruilt tegen betere levensdifferentiatie. En betere levensdifferentiatie levert ook volgens dezelfde studie van het Centraal Planbureau nog meer procent voordeel op dan het nadeel aan solidariteit. Tenminste aan intergenerationele solidariteit. Dus dat begrip is een retorisch iets geworden wat we altijd roepen in Nederland. Solidariteit is ons groot goed. Daarom moeten we allemaal in één pensioenfonds beleggen. En dat heeft dus
A, heel weinig substantie, dat blijkt maar een paar procent te zijn. En daar lever je heel veel voor in. Daar lever je wantrouwen, krijg je van de populatie. Jongeren en ouderen zijn allebei wantrouwig tegenover het systeem. Er is heel veel politiek risico van parameterkeuzes. Hoe gaan we geld verdelen? Er zit te veel renterisico in het systeem nu, dat je te veel gevoeligheid hebt voor de rente. Terwijl je dat eigenlijk niet wil. Nou, dan kun je wel gaan veranderen door anders te rekenen. Maar dan krijg je weer verschuivingen tussen generaties. Dat los je nooit op als je niet naar een systeem gaat waar de rechten meer individueel zijn. En daardoor niet allemaal van jongs af aan hele rentegevoelige annuïteiten opbouwt. Dus dat hele begrip solidariteit moeten we inderdaad splitsen in wat ik dan noem actuariële solidariteit. Lang leven, die moet je behouden. Intergenerationele solidariteit moet je helaas op de schop doen en inruilen voor transparantie, minder complexiteit, minder politiek risico en betere levensdifferentiatie. En ik vind die keuze tussen al die factoren die positief uitvallen en die paar procent intergenerationele solidariteit, vind ik doorslaan in het voordeel van een iets meer individueel stelsel.